volgende gast zit alweer aan tafel bij deze ketendemonstratie Cultuur in Actie. En dat is Alexander Plooi. Ja. En ik zeg maar gewoon wat hier staat. Je bent directeur Connecting Fields. Ik heb natuurlijk wel een beetje gezocht, maar ik vond het vrij ingewikkeld. Kun jij helder kort uitleggen wat jij doet? Connecting Fields, in het woord staat het ook al. Het connecten van mensen en organisaties. Connecting, ja, intermediair. Kun je het concreter maken? Concreet is het, ik heb even een klein stapje daarvoor gewerkt jarenlang in de cultuursector. Op dit moment werk ik weer in de bedrijvensector, nou, in de foodsector. Ik zoek mensen, voor talentvolle mensen, in het bedrijfsleven. En ik zoek eigenlijk en help organisaties ook weer een nieuw perspectief vinden. Waar dat is verloren gegaan. En met name het zoeken van talent, dat oog daarvoor heb ik met name eigenlijk opgedaan in de tijd dat ik muziek studeerde en muziek performde en met muzici werkte. Ja, en even, je zegt Connecting Fields, dus jij probeert, begrijp ik het goed, de culturele sector te verbinden met de voedselsector nu? Nee, niet per se. Van het bedrijfsleven? Het bedrijfsleven ben ik in. Uiteindelijk Connecting Fields zelf is ook vanuit het innovatiegedeelte is dat ik afgelopen 3 jaar bezig ben geweest met zoeken naar de wetenschappelijke bewijs of onderbouwing van nut en noodzaak van cultuur en kunst eigenlijk. Hey, dat hebben we eigenlijk brood nodig nu. Hè? Ja, want ja. Daar wordt nog eens, daarom zitten we hier, wat natuurlijk eigenlijk te belachelijk voor woorden is, ja. Dat we moeten aandacht moeten vragen voor het belang van kunst en cultuur, want het zou obvious moeten zijn. Ja. Maar jij zegt, ik ben bezig met een wetenschappelijke onderbouwing waarom het zo belangrijk is voor ons. Waarom wilde je dat wetenschappelijk bewezen hebben? Omdat het natuurlijk een groot slagveld is met bedweters en mensen binnen de politiek en het bedrijfsleven. Of met name eigenlijk politiek, waar de cultuur zich moet legitimeren voor hetgene wat ze aan het doen zijn. Ik heb zelf ook als leidinggevende in het politieke veld gestaan en ook in de politiek gezeten in Den Haag. En dan merkte ik eigenlijk hoe moeilijk het was eigenlijk om met weinig onderbouwing, behalve het belang van cultuur, je punten kunnen maken. Want met name eigenlijk de mensen die zelf voeling hebben met cultuur hebben meegekregen op een muziekschool of op cultuureducatie hebben meegemaakt, die begrijpen dat die wel. Die weten het wel. Maar de mensen die dat dus niet hebben, en dat is ook een groot deel van Nederland, ja, dan moet je dat uitleggen. En hoe ga je dat dan uitleggen? Dat er geen mitsen en maren meer komen, dat je gewoon exact de vinger kunt leggen op het feit hoe het zit, waarom het belangrijk is, en waarom we het moeten doen. En jij dacht, dan moet ik wetenschappelijke bewijzen hebben. Ja. Maar hoe onderzoek je dat? Hè? Want we hadden net Ad aan tafel, predikant, Ad van Nieuwpoort. Ja. En die zegt, zeg ik nou de naam goed? Ik moet het wel goed zeggen. Ad van Nieuwpoort, ja. Die zegt, ja, het is een gevoel. Er werd een lied gezongen en ik moest huilen. Ja. En Fred Luiten zegt nu, die met vocale barok bezig is, ik word heel warm van binnen. Maar hoe meet je dat wetenschappelijk? Nou, het meten, dat kan. Over het algemeen is iedereen altijd binnen de cognitie bezig met onze hersenen. Wat doet een amygdala, wat doet een prefrontale cortex? Dat zit allemaal in je hoofd. Allemaal in je hoofd zit. Maar als je naar het oosten gaat, Aziatische landen, en met name ook waar yoga en waar ook zen-boeddhisme is, dan zegt men daar ook, je denkt met het hele lijf. Ja. En je voelt ook met het hele lijf als je bij een orkest zit. En welke invloed heeft dat voelen dan eigenlijk op je beleving? En dat is precies wat je zegt van die dominee. Maar dat is ook wat een acteur ervaart als hij voor een zaal staat. Want hij heeft contact met een zaal. Ja. Al zegt niemand wat, hij voelt of hij contact of geen contact heeft. En hij probeert contact te maken. Oké, dus maar dat is iets van je gevoel en je zenuwstelsel. Hoe meet je dat? Zonder op heel veel technische details in te gaan. Maar het is te meten eigenlijk. En het heeft te maken met low frequent en high frequent binnen je zenuwstelsel. En het zit met name binnen je autonome zenuwstelsel zit het eigenlijk. En het heeft ook met je ademhaling te maken. Maar hoe doe je dat? Ik stel me zo voor, je hebt een onderzoekskamertje. Daar leg je iemand op een bed. Ja. Die laat je naar muziek luisteren. Aangeplucht met allemaal snoeren en draden. Zoiets. En dan krijg je dan datgene wat gemeten wordt. Dus signalen pakt uit het zenuwstelsel. Ja. Dan krijg je dus grafieken te zien eigenlijk. Je krijgt amplitudes te zien. En dan zie je eigenlijk of een amplitude langzaam is.
en hoger gaat, sneller gaat eigenlijk. Ja, gaat en dan? Dan weet je dat. Maar wat zegt dat? Dat zegt eigenlijk iets dat... Nou ja, en dan kom je op een cruciaal punt eigenlijk. Want dat is een wetenschappelijke kant, dat je het kunt zien. En dat je het kunt zien wil nog niet gelijk zeggen dat je, als je het ziet bij een zanger, dat je ook kunt zingen. Want dat is het cruciale verhaal. Je kunt exact vanuit een boekje, vanuit de wetenschap uitleggen hoe het zit. Je kunt dan ook uitleggen wat het kan bijdragen aan gezondheid, beleving en welzijn van mensen. Maar hoe bewijs je dat dan? Want je kan... Ja, dat iets bijdraagt aan je welzijn, dat je zeg maar wat minder, wat vrolijker voelt als je die muziek geluisterd hebt dan daarvoor. Dat is toch ons niet lichaam, te meten? Het heeft met veiligheid te maken. Ons lichaam is vanuit evolutiekant al uit. Dan praat je eigenlijk over 600 miljoen jaar geleden, 400 miljoen jaar geleden, 200 miljoen jaar geleden. Geëvolueerd tot wat wij hier zien. En het neurostelsel heeft een eigen functie in het geheel. Ik kan daar ook een voorbeeld van noemen. Op het moment dat je in Amsterdam over de tramrails loopt en vlak achter je tringelt de tram, dan spring je in één keer opzij, want je schrikt. Dan neemt het neurostelsel een beslissing om in veiligheid te komen. Want je hebt nog niet nagedacht van wat is er aan de hand. Er is iets anders wat een beslissing voor jou neemt. Ja. En er is dus een reactie van je lijf op kunst en cultuur. Exact. Maar dan is de vraag... Wie of wat of hoe leg je daar het belang van uit? Hè? Want dat die reactie er is, oké. Ja. Maar is dat goed of slecht? En waarom is dat dan belangrijk? Dan weer terug naar het autonome zenuwstelsel. De frequentie binnen het autonome zenuwstelsel, laat ik het zo zeggen, is gerelateerd aan een stuk gezondheid. Want dat is eigenlijk ook, noemde ik ook vanuit de evolutie, noem ik dat eigenlijk. Het heeft met veiligheid te maken. Hoe veiliger je je voelt, hoe gezonder je binnen je zenuwstelsel bent eigenlijk. En daar is al onderzoek naar gedaan? Daar is onderzoek naar gedaan. En ik heb ook lange tijd in contact gestaan met een Amerikaanse professor, omdat ik geef naar heel veel onderzoek en zelfonderzoek en allerlei boeken door te jassen en medische boeken door te jassen. En met artsen gesproken te hebben. Op een gegeven moment ging het mij dagen. En toen heb ik een gegeven moment gedacht, ja, maar wie gaat Alexander Plooi nou geloven? En toen kwam ik uiteindelijk, omdat ik vrij concreet kon duiden van waar het waarschijnlijk zat, kwam ik een professor tegen in Amerika die er onderzoek naar gedaan heeft. En via hem, daarover sprekende, en ook boeken ben gaan lezen erover, waarin bevestigd werd via wetenschappelijke onderbouwing van wat hij onderzocht heeft, ja, ben ik in contact gekomen, met heel toevallig, ik woon in Hilversum, met een wetenschapper uit Loosdrecht. Ja. Dus je bent daarnaar op zoek. Maar ik stel me zo voor. Ik ben een jaar zonder muziek. Ja. Wat gebeurt er dan met mij? In die zin heeft muziek heeft te maken met gevoel en uiten eigenlijk. Dat werd eigenlijk hier ook al gezegd, wat je net vertelde van die balletdanser, dat hij eigenlijk geen applaus nodig had. Ja. Want hij zegt, ik doe mijn ding. Maar het is met name eigenlijk dat de menigte of het publiek moet ontladen. Ja. Dat doet het. Dus het zenuwstelsel laat zich op, komt in een hogere frequentie door naar kunst te luisteren, naar kunst te kijken of dezelfde performen. En dat je dus eigenlijk in een hogere frequentie van je zenuwstelsel komt en dat welbevinden gaat ontwikkelen. Je komt eigenlijk ook in een soort flow eigenlijk. En mensen die dus in een orkest spelen, komen ook in een flow. En dat is die veilige zone. Dat is die veilige zone. Waar je dus gezond ja, bij blijft, waar je zeg bij maar. Gezond blijft, ja. En dus als je geen muziek hebt, dan kom je nooit in die flow. Nee. Want en ben je dan ongezonder? Dat gaat ver, maar het heeft wel te maken... Sorry dat ik je even onderbreek. Ik zit ineens te denken, ik heb dus bijna nooit muziek op thuis. Nee. Ik word heel gezond van stilte. Tenminste, klopt, dat verbeeld ik me. Ja. Dat ik heel erg prettig voel bij stilte en rust in mijn hoofd. Ja. Dus hoe zit dat dan? Het heeft, en dat is met name belangrijk, dat je ken jezelf is het eigenlijk. Dat je zelf weet wat goed voor je is. En betekent ook als jij behoefte hebt aan rust. De ene gaat ook een yoga bijvoorbeeld doen. Of de andere gaat mediteren. Maar het mediteren heeft ook met die stilte te maken. Het heeft direct als je gestrest raakt. Dan in een drukke omgeving heb je een hogere ademhaling. Heb je een andere resonantie in je zenuwstelsel. Jij hebt behoefte aan die stilte. Betekent ook dat je zenuwstelsel weer de natuurlijke vibratie in jezelf gaat overnemen. En draagt bij aan jouw welzijn. Juist. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit mini-college, absoluut, toch? Ja. Kunst, zenuwstelsel. Laten we hopen dat er keiharde wetenschappelijke bewijzen komen. Dat is belangrijk. U vertegenwoordigt uzelf? Mijzelf. Ik heb wel contact gehad met Jan Brands van Cultuur Connectie.
De... Twee man dan? Nou, zelf... Oh, die zijn al geweest, hoor ik net. Zijn al geweest, oké. Okay. Okay. We tellen er één bij je op. Perfect. En dat is hartstikke mooi. Ja, dank je wel. Graag nog de handtekening. Ga ik en zeggen. Hartelijk dank voor je komst. Dank je wel.